This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes podcast, 28 oktober 2019. Dit is het bulletin van maandag. Het is misschien wat te horen. Mijn stem is niet helemaal zoals die zijn moet. Ik had wel een hoop dingen. Ik had wel een paar dingen waar ik het over wilde hebben. Voor iemand die mij een vraag stelde over digitale spraakmodus. Iemand die al heel lang op D-Star QRV is, sinds kort op DMR. Die vroeg zich af wat NXDN nou was. Nou, dat resulteert in een hele inventarisatie van de modus die er zijn. Ik wil het vandaag eigenlijk over een niet-spraakmodus hebben. Maar daar is het landschap van de verschillende digitale modulatiesoorten nog veel uitgebreider dan alleen voor digitale spraak. Maar om toch een indruk te geven van hoe ingewikkeld die digitale spraak alleen al is. Wil ik toch dat stukje tekst over digital voice hier gaan brengen. Nou, ik heb net wat gedronken, zelfs dat helpt niet. Ik had gedacht dat ik wel dat bestemmend wel zou doen vandaag, maar ik had ze pas Peter aan de telefoon en toen wou het ook niet. Ik zei, nou, tijdens de uitzending dan lukt het altijd wel, maar vandaag niet dus. Nou, ik had ze pas al thee gedronken, maar nu heb ik wat melk gedronken die duidelijk zijn beste tijd gehad heeft. Het is nog niet zuur. En ik heb er wat stemoefeningen gedaan, dus misschien gaat het nu beter. In ieder geval kost het minder moeite. Het geluid is nog niet helemaal zoals ik het hebben wil, maar goed. Ik denk trouwens niet dat ik vandaag aan data toekom. Het is best wel druk de hele werkdag. Ja, het zou kunnen dat het morgen ook moeilijk ligt, want morgen is ook behoorlijk druk. Nee, mijn verhaal dus wat ik aan mijn kennis mailde over NXDN. In de VS en Canada zijn er verschillende repeaters voor NXDN. Onder andere in Toronto, weet ik. Niet op de hoogste, maar wel op de ene hoogste toren die daar staat. Er staan een flink aantal amateur repeaters en eentje daarvan is NXDN. NXDN lijkt erg veel op D-Star en op DPMR. Ik heb zelf dus verschillende apparaten voor DPMR. En destijds toen mijn repeater nog PI1XTV was en alleen een hotspot voor digitale modus, heb ik een paar maanden dat ding op DPMR laten draaien, af en toe. Niet voortdurend, maar ik was daarmee aan het experimenteren. Voor de volledigheid moet ik dan nog wat vertellen. Veel commerciële apparaten, veel mensen weten dat niet, maar veel commerciële apparaten, die kunnen met verschillende vocoders uitgerust worden. DMR wordt door amateurs alleen gebruikt met AMBA++, de bekende vocoder, die sterk lijkt op de vocoder die voor D-Star gebruikt wordt. En het is dezelfde vocoder die ook voor de nieuwe variant van APCO P25 gebruikt wordt en voor DMR. Voor System Fusion. Dus voor DMR en System Fusion is de vocoder gelijk. En dat is ook de reden waarom die twee modus zo makkelijk te koppelen zijn. Maar goed, bijvoorbeeld voor Hytera apparaten kun je voor 25 of 35 euro een software licentie kopen. En daarmee kun je de Kelp vocoder ontsluiten. De Kelp vocoder is een wat ouder systeem. Er zitten ook voordelen aan die aan AMBA niet zitten en andersom. Het is zo dat als je dat gebruikt, dan kun je wel via de reguliere repeaters en via brandmeister werken. Maar andere stations kunnen je niet verstaan. Dus het zou een mogelijkheid kunnen zijn om je gesprekken te versluieren. Maar goed, als veel mensen dat doen, dan komen er ook weer veel mensen die dat ook hebben. Dus wat dat betreft. maar goed, het kan. DPMR die is er van Japanse merken en van Chinese merken. Die van de Japanse variant, die werkt met AMBA++. Onder andere van ICOM. En de Chinezen die hebben een eigen DPMR vocoder. Dat is de Nantong Institute vocoder. Die is best heel goed. En als je dan bedenkt dat de apparaten daarvoor echt super goedkoop zijn. Vijftientjes of zestientjes kosten die. En die zijn vanwege de vocoder dus niet compatible met het Japanse systeem. Tenminste wat in de rest van de wereld veel gebruikt wordt. Maar ze zijn kwalitatief erg goed. Die vocoder van China die is gewoon heel goed. Het geluid is beter dan D-Star. En je komt er ook verder mee dan met DMR of met D-Star. Maar goed,
van die Nantong-versie van DPMR bestaan ook weer twee varianten. Je hebt de Kirisun-variant, die werken met kanalen van 6,25 kHz. En je hebt de Taitera-variant met 12,5 kHz. En hier in de regio, en ik dacht ook in de regio Arnhem, is vaak de Kirisun-variant gebruikt. En in de omgeving Almere en Amsterdam, daar zijn ze meer van de Taitera, dus van de 12,5 kHz kanalen. Het is maar dat je het weet als je wat koopt. Dan over NXDN zelf. Dat is een gezamenlijke ontwikkeling van Kenwood en Ecom. Kenwood verkoopt NXDN onder de merknaam NextEdge. En bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven wordt het veel gebruikt. En Ecom die verspreidt het onder de naam IDAS. Beide varianten die zijn grotendeels compatible. Niet helemaal 100%, maar toch wel grotendeels. Overigens, veel Ecom-apparaten waren oorspronkelijk al door de importeur in de firmware omschakelbaar tussen DPMR en tussen NXDN. Beide met Amber++ als vercoder. In de afgelopen jaren is Kenwood DMR gaan verkopen. En Ecom professioneel, die doet niet veel met DMR, daar hebben ze niet veel mee op. Maar inmiddels is ook daar wat veranderd. Onder de titel IDAS zijn er zowel DPMR als NXDN. Er zijn zowel DPMR als NXDN-apparaten te koop. Dus als je IDAS koopt, is het niet meer per se NXDN, maar het kan ook DPMR zijn. DPMR is overigens een open standaard, geregistreerd bij ETSI. Dat is een samenwerkingsverband in Europa van overheden met bedrijven. En ook DMR en Tetra die zijn als open standaard daar geregistreerd. Dat het open is, dat wil nog niet zeggen dat er geen patent op rust. Op onderdelen van die systemen hebben bedrijven patenten. En met name Motorola heeft er daar veel van. Ja, en dan is ETSI een beetje de tegenhanger van wat APCO in de VS is. Het is niet helemaal vergelijkbaar, maar in grote lijnen. APCO P25 staat er voor Project 25 en van APCO dus. En dat is het Amerikaanse systeem van de hulpverleningsdiensten, onder andere de politie. Versie 1 daarvan lijkt op NXDN en op DPMR. En DPMR lijkt ook weer op D-Star trouwens. En versie 2 lijkt op DMR. Het is niet compatible. Ook daar heeft Motorola op delen ervan het patent. Ja, amateurs die waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in NXDN. Een systeem als P25, dat was in de VS al een jaar of 10 onder de amateurs geworteld. Of misschien wel langer toen D-Star aan het firmament verscheen. In Duitsland zijn er nog steeds P25 repeaters. Er zijn er wel een aantal die in het begin van D-Star omgeschakeld zijn van P25 naar D-Star. Maar ik weet dat, volgens mij is die nog in de lucht, een repeater in Essen nabij Nederland, een P25 repeater is. Een jaar of 5 geleden werd NXDN van een gesloten een open standaard en vervolgens won het in de VS en Canada snel onder de amateurs aan populariteit. Als je naar alternatieven kijkt, zou ik zelf liever voor DPMR met de Nantong verkozen kiezen vanwege de betere verstaanbaarheid. Of voor Tetra, wat nog beter verstaanbaar is. De geluidskwaliteit van Tetra is zodanig dat op mijn FM-repeater permanent een Tetra-repeater gekoppeld is, die hier 16 kilometer vandaan staat. En je kunt eigenlijk, er zijn niet zo heel vaak stations in Tetra, maar als die er zijn, dan kun je eigenlijk op mijn FM-uitgang niet horen of een station via Tetra zit of dat die via FM zit. Tetra heeft echter wel een nadeel. Het werkt met een veel slechtere linkbudget van zeker meer dan 10 dB. En het linkbudget, dat is hoe ver je ermee komt. Hè? Dus met een bepaalde, gewoon simpelweg de reikwijdte. En dat komt door de grotere bandbreedte van 25 kHz van Tetra. En ook omdat de zender in feite maar ruim een vijfde deel van de tijd aanstaat. Een apparaat dat als 1 watt gespecificeerd is, dat heeft daardoor effectief met 220 milliwatt zendvermogen. Kijk, zo'n slecht linkbudget, dat is binnen een netwerk niet erg. En daar is Tetra ook voor gemaakt. Omdat je dat in je totale linkbudget van het netwerk verdisconteert. In GSM is trouwens nog slechter dan Tetra in dat opzicht. Heeft een nog slechter linkbudget en toch werkt het voor telefoons prima. In Duitsland zaten ooit stations op 70 centimeter met GSM. Ik weet niet of die er nog zijn, maar die zaten boven in de band. Kijk, bij amateurgebruikers is dat slechte linkbudget natuurlijk wel een probleem, want je wilt toch enige afstand overbruggen en dat gaat met Tetra minder makkelijk. Daarnaast is het zo dat met Tetra een verbinding over een grotere afstand dan 54 kilometer niet mogelijk is. Tetra werkt met tijdslots, net als DMR, maar het signaal gaat dus heen en terug bij Tetra in alle gevallen.
En dat betekent dus dat dat terugkomende signaal met een hoeveelheid vertraging binnenkomt. En die vertraging is verder dan 54 kilometer zodanig dat het terugkomende signaal dan in de buurt komt van het tijdslot wat ernaast zit. Dus eigenlijk van het nabuurkanaal. Om die reden kapt dus de software, de firmware in het apparaat, die kapt de verbinding af als de afstand groter wordt dan 54 kilometer. En dat is makkelijk te meten, want hij meet gewoon de tijd van wat er terugkomt. Nou, tot zover over digitale spraak. De reden dat ik dit verhaaltje vertelde, dat was dat ik het over andere digitale modus wil hebben. Ik was het trouwens nog even vergeten, FreeDV heb ik niet genoemd. Ik had de persoon die ik het mailtje gestuurd had achteraf daar nog een mail over gestuurd. FreeDV werkt met Codec 2. En het bijzondere daaraan is dat het is gemaakt door extreme open source aanhangers. Die tegelijkertijd vooral ook docentamateur zijn. Dus het is een docentamateur ontwikkeld systeem dat niet beschermd is door patenten. En dat maakt het echt bijzonder en ook voor amateurs eigenlijk de meest wenselijke variant. Het punt is alleen, FreeDV is voor korte golf gemaakt. En ze zijn wel bezig om het ook geschikt te maken voor VHF en UHF. Maar vooralsnog functioneert het een stuk minder goed dan AMBE. En AMBE is dus wel een beetje de norm in de amateurwereld. Dit ondanks de kritiek die aanvankelijk tegen DISA kwam op juist die AMBE vocoder. Andere digitale systemen dus. Ik weet niet of het nu nog lukt om net zo'n lang verhaal over het gewone digitale gebeuren te vertellen dan... digitale spraak gedaan heb. Ik wilde het eigenlijk over LoRa hebben, omdat ik daar toch ook wat plannen mee heb. Veel mensen weten niet wat LoRa is. Ik weet inmiddels wel veel meer van hoe het wettelijk zit. In Nederland is alleen 863 megahertz toegestaan. Of 868 megahertz. Dat wil zeggen, die band die loopt van 863 tot 870. Dus dat is wel een vrij forse band. Het is geen amateurband, maar je mag er wel zonder vergunning... Of je mag er zelfs zonder vergunning werken. Het is ook verkrijgbaar voor andere frequenties, maar dat is in Nederland dus niet toegestaan. Zelfs niet op 433, tenzij je dat onder amateurregels gebruikt. En dan hoef je ook niet aan de milliwatt zendvermogen te houden. Wat is LoRa? LoRa is een specifiek systeem wat ze noemen korte afstandscommunicatie is met een heel lage snelheid. Dus het is vooral voor besturingstoepassingen. En met de snelheid die het heeft is het ook wel geschikt voor chatten waar ik het zelf voor wil gebruiken. Het aardige ervan is dat het een systeem is wat spread spectrum werkt. Dus het is behoorlijk breedbandig. En daardoor kunnen ze het zo maken dat het met heel weinig vermogen behoorlijk grote afstanden kan overbruggen. En dat maakt het dus interessant. Je kunt het met een 20 milliwatt kun je 8 kilometer overbruggen of zo. En dat is heel behoorlijk. Dat is echt fors. Die unitjes bestaan vooral uit printplaatjes die bedoeld zijn om in andere apparaten in te bouwen meestal. Eigenlijk bijna altijd gebaseerd op een bepaalde chipset. Er zijn ook wel alternatieven. LoRa wordt ook wel vergeleken met Bluetooth. Bluetooth is ofwel voor 10 meter of voor 100 meter. Er zijn twee varianten van. Volgens mij is er nog een derde, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval voorbij 100 meter of zo, dan heb je er niet veel meer aan. En LoRa is dus voor de wat grotere afstand. Maar de datasnelheid is ook een stuk lager. Praktische toepassingen van LoRa is dat je het bijvoorbeeld professioneel kunt gebruiken voor de besturing van stoplichten. Als je meerdere stoplichten langs een weg hebt, dan kun je die daarmee synchroniseren. Misschien is er een klein antennemastje nodig, maar de antennetjes voor die band die zijn zo klein. En zeker als er zichtverbinding is, dan werkt het eigenlijk altijd wel. Er zijn ook andere besturingstoepassingen denkbaar, met garagedeuren, noem maar op. De zendertjes zijn bijzonder goedkoop. Je kunt het dus ook voor allerlei amateurtoepassingen gebruiken. Een thermometer op afstand. Audio gaat er niet overheen. Daar is de snelheid gewoon te laag voor. Zelfs zie ik vooral een toepassing in het chat, zoals ik al zei. Ik wil in de toekomst echt me in gaan zetten op chatten via de amateurband. En LoRa is daar ook zeer geschikt voor, al is het niet voor een amateurband. Ik zit haast te denken om met wat goedkope spullen die ik her en der bij elkaar gescharreld heb, om daar een soort netwerkje in mijn woonplaats mee te maken. Dat moet kunnen met hele kleine zonnepaneeltjes. En de apparaatjes zijn ook heel klein. En de zendontvangertjes die zitten in de range van de... Nou, tussen de 4 en de
20 euro. Dus dat is zeer goedkoop. En ze zijn dan ook nog gemaakt op een zo laag mogelijk stroomgebruik. Er zijn meer van dit soort varianten. Ik noem de Bluetooth al. Er is ook nog iets als Zigbee, wat volgens mij een minder grote afstand overbrugt. Dat is wel een overduidelijk verschil, want Zigbee werkt op 2400 MHz, dus de frequentie waar ook wifi op werkt, en heeft een inherente encryptie. Maar ik heb niet, even zien, oh wacht even, ja, die, ook dat is gemaakt op laag stroomgebruik, maar dat heeft inderdaad meer het karakter van Bluetooth, omdat de afstanden bij Zigbee tussen de 10 en de 100 meters betreft. Dus meters is Engels, maar tussen de 10 en de 100 meter. Ja, behalve dat, als ik over LoRa terugkom, behalve dat het gebruikt kan worden door iedereen, vergunningvrij, zijn er ook een aantal commerciële bedrijven op die band actief die daar netwerkfaciliteiten aanbieden. En een van die aanbieders is KPN Telecom, dus je zit samen met een hele grote jongen in dezelfde band en moet de frequenties delen, eerlijk. Maar het systeem is daarop gebouwd om een eerlijk frequentiegebruik te waarborgen. Dat is ook in de wifi-banden al zo, hè? Dus dat het zichzelf regelt. En alleen als het heel erg druk wordt, dan treedt er congestie op. Maar de band voor LoRa en nog een aantal vergelijkbare toepassingen is bijzonder groot. Dus dat zal niet zo snel vollopen. Het wordt overigens echt overal voor gebruikt. Even kijken, in Finland voor rendieren volgen. In Glasgow is er een Internet of Things netwerk. In Argentinië, Estonië en Brazilië iets dergelijks. Slimme brandalarmen, daar wordt het voor gebruikt. Slim volgen van fietsen die door mensen gedeeld worden. Dus er zit er een GPS-dingetje in wat via LoRa de positie van de fiets doorgeeft. Slimme bussen die communiceren met de bestemmingsborden bij de bushaltes. Dus die bussen die komen dan in de buurt en dan weet dat bord van nou die bus is er en zo en zo laat vertrekt hij dan weer. Slim parkeren wordt het voor gebruikt. Het volgen van vee, van koeien. Communicatie bij natuurlijk disaster communication bij rampen, bij calamiteiten. Het wordt gebruikt tegen het stropen op zwarte rhinocerossen, zwarte neushoorns. Het voorspellen van rampen, dus de communicatie ook vooraf bij rampen. Bij de wolteelt bij de katoenteelt in Australië wordt het gebruikt. In India wordt het systeem gebruikt voor elektriciteitsmeters, de communicatie daarvan. Even kijken hoor. Het wordt gebruikt voor ruimtecommunicatie in de ruimte. Je kunt er ook mee de X. Ik weet niet meer wat het laatste afstand was, maar ik geloof dat het afstandsrecord met LoRa iets van 800-900 kilometer was, het record laatst. Dus ja, het is voor heel veel dingen in te zetten. En het leuke is inderdaad dat het zo goedkoop is. De units die ik zelf gekocht heb, die vind ik voor mij het meest interessant. Dat zijn apparaatjes die zijn dan net 2 euro duurder als je ze koopt, maar er zit een RS-232 aansluiting op. Dus die zijn volledig transparant. Je kunt one-to-one communicatie hebben en one-to-many. Dus dan is het gewoon open en iedereen die op de frequentie zit te luisteren, die ontvangt het signaal. En wat ik daarmee wil is daar een chatprogrammaatje maken. En uiteindelijk een soort van netwerkstructuur die ervoor zorgt dat dus de chatregels worden uitgezonden en bij ontvangst genegeerd worden als ze bijvoorbeeld van jezelf zijn. En ook als er geëchoed wordt, dat je ze maar één keer ontvangt. Hè? Maar dat wordt een heel eenvoudige netwerkstructuur die ik wil. En die wil ik overigens ook op de amateurband gebruiken, volgens dezelfde manier. Maar het leuke van LoRa is dat het ook open staat voor mensen die luisteramateur zijn. Want die mogen daar ook gewoon mee zenden. Het zendvermogen, daar ben ik het niet helemaal zeker, maar het was volgens mij 20 milliwatt. En in een klein gedeelte van de band is ook een half watt toegestaan. En ik heb nog niet uitgevonden of de units die ik heb smal genoeg zijn met een spread spectrum om in dat stukje van een half watt te passen. Goed, dan moet er gewoon een slechte antenne op, want alle zendvermogens die worden aangegeven in ERP. En ik heb een paar units van 1 watt, dus dan moet sowieso een antenne van min 3 dB op, wil ik met die dingen legaal zijn. Maar dat kan allemaal wel.
Er is ook nog iets als LoRaWAN. En dat is eigenlijk wat ik zelf, waar ik zelf iets voor wil bedenken. Dus dat je dus een netwerkje hebt om te chatten. LoRaWAN is de hogere laag in het OSI-model. Dus je tenminste dat OSI-model wat zegt, hè. Nee, ik weet niet of het te horen was, maar er kwam ineens een station die waarschijnlijk op Kampen riep. Terwijl ik even wat materiaal zat te bestuderen. Ah, ik zocht daar al naar. De LoRa. Oh, dat is de LoRaWAN specificatie. Nou, dat maakt niet zoveel uit. En dan heb ik in ieder geval een specificatie ervan. Want de technische details, die ken ik nog niet al te goed. Nou is dat voor het gebruik ook niet nodig. Hè? De unitjes die ik heb, daar heb ik bij gekocht van die programmeerkabels. De goedkoopste variant daarvan met wel nog een chipje erin. En ja, je weet toch niet als je het hebt over illegale chips, want er was toen veel over te doen. Maar er waren hele dure apparaten waar een illegale chip in zat. En er waren hele goedkope apparaten, goedkope kabels. Waar een legale chip in zat. Dus ja, dan kun je het beste de goedkoopste kopen als je het toch niet kunt weten. Hè? Want ik wil het zo met liefst aan de regels houden. Maar het voordeel daarvan is dat door het kabeltje erbij te hebben, heb je dus de beschikking over allereerst RS-232 via USB. En tegelijkertijd kun je vanuit het kabeltje kun je ook het apparaat voeden. Dus je hoeft dan alleen een USB-kabel in je computer te stoppen om het ding te kunnen gebruiken. Verder hoeft alleen een antennetje in. En die dingen die zijn echt te grote van nou een iets oversized postzegel. Je hebt die iets grotere postzegels die voor speciale gelegenheden zijn van PostNL. En die afmeting, die hebben die zendertjes ook. Ik heb er een filmpje van gemaakt een tijdje terug. Ik wil eerst met mijn andere projectje verder, wat momenteel ook al een paar weken stagneert. Als dat werkt, ga ik snel met LoRa aan de gang. En het zou kunnen dat ik heel snel, als ik denk dat ik daarin slaag, heel snel een soort bakentje in de lucht zet op 863 of zo. En dan wat mensen hier in de buurt vraag of ze willen kijken of ze het kunnen ontvangen. Nou, ik kom vandaag niet echt uit mijn woorden, maar ik ben ook al wel echt erg druk geweest vandaag. Dus het is niet zo dat de vermoeidheid toeslaat, maar toch. Eens even kijken, wat kan ik er nog meer over vinden? Nou, ik zit ook al een hele tijd te praten, zie ik. Jongen, dat is veel langer dan ik gedacht had eigenlijk. Ik denk dat ik wel 15 of 20 minuten al vol gepraat heb. Nou, ik sluit het dan maar af. Ik kom op dit onderwerp vast nog wel terecht als ik ermee bezig ben. Hierna volgt nog een deel van de historie van de amateurhobby. Hoe zeg ik dat nou? De serie over de historie van de amateurhobby. Oh ja, één ding moet ik er nog aan toevoegen. Ik had gisteren na de Daily Minutes, dus dat was helemaal aan het einde, deel 1 van een tweedelige serie over het ongeluk van Amelia Earhart. Dat is een vliegenier die in 1937 samen met haar co-piloot Annex Navigator vermist raakte ergens boven de Pacific. En er gaan nog steeds allerlei conspiracy theorieën gaan daarover. Het eerste deel, daar is dus de recordpoging beschreven en ook het leven van Amelia Earhart. En wat voor vliegtuig dat ze had. En uitgebreid wordt ook steeds ingegaan in de serie over de frequenties die gebruikt worden. De frequenties die gebruikt worden, mijn stem wel echt niet. En de apparatuur wat gebruikt wordt, dus dat is best interessant. En vandaag gaat het over 3 conspiracy theorieën. 2 daarvan die hebben te maken met Japan. Amerika was toen nog niet in oorlog met Japan. Maar er waren toch al wel dingen die ze over en weer niet graag van elkaar niet graag wilden. Zoals bijvoorbeeld Amerika had grote moeite ermee dat Japan China inviel. En daar werden ook sancties toen opgelegd aan Japan, zodat ze niet de grondstoffen konden krijgen die ze heel erg nodig hebben. Japan heeft zelf nauwelijks grondstoffen namelijk. Ja, en de derde conspiracy theorie die betreft dat ze toch ergens op een eiland is aangespoeld of misschien zelfs wel in zee gestort. En dat laatste, dat lijkt eigenlijk het meest waarschijnlijk. En dat veroorzaakte door vermoedelijk navigatiefouten en onervarenheid met het gebruik van de apparatuur en onduidelijke afspraken met de marine die er gemaakt waren. Vandaag deel 7 van de historie van onze zendhobby. De serie De Historie van onze zendamateurhobby is een eigen productie, bij elkaar gescharreld vanuit een steeds groter wordende groep bronnen, waaronder Wikipedia, Instituut Beeld en Geluid, eerder eigen onderzoek en een groot aantal door mij gelezen boeken en tijdschriften en geraadpleegde websites.
In 1940 breekt opnieuw een belangrijke periode aan voor het Nederlandse radioamateurisme. Er is grote behoefte aan kennis omdat het door de Duitse bezetter door middel van een luisterverbod door stoorzenders en vanaf 1943 de verplichte radiotoestelinlevering geblokkeerde oorlogsnieuws van Radio Oranje te kunnen beluisteren. Ook tijdens de bezetting blijven onder Korvers verantwoordelijkheid artikelen in Radio Express verschijnen. Artikelen waarin behoedzaam onder andere het zelfbouwen van toestelletjes voor het beluisteren van Radio Oranje op de Korte Golf en kristalontvangers die waren belangrijk tijdens de stroomloze periode aan het eind van de bezetting wordt besproken. Radio Express krijgt aan het eind van 1943 een verschijningsverbod opgelegd. Het blad verschijnt pas weer in augustus van 1945. Na de oorlog blijft Korver nog enige tijd journalistiek medewerker van het tijdschrift voor radiotechniek Rens en Rens. Korver is een fervent voorstander van een politiek en religieus neutrale radioomroep. In dit kader vervult hij tussen 1928 en 1953 een aantal bestuursfuncties bij de AVRO, laatstelijk als algemeen secretaris. Korver is daarnaast van 1930 tot 1934 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Radioamateurisme en een tijdlang bestuurslid van het wetenschappelijk radiofonds VEDER. Tot zijn overlijden vertegenwoordigt hij de AVRO tevens in de Raad van Beheer van de NOSEMA. Het is bijzonder hoe in de vooroorlogse periode de radioomroep en het zendamateurisme nauw met elkaar zijn verweven. Dat geldt met name voor de omroepen AVRO en VARA. Zelf ben ik vermoedelijk voor het eerst met het radiovirus besmet geraakt door de wekelijkse columns van AVRO-oprichter Willem Vocht in de AVRO-bode in de jaren 60 en begin jaren 70. Die columns van één kolom breed gingen niet alleen over het begin van de radioomroep en over zendamateurisme uit de begintijd, maar ook over astronomie, zwarte gaten en verafgelegen sterrenstelsels. Als tiener smulde ik werkelijk van die columns. De technische nalatenschap van Jan Korver omvat een 100-tal objecten van wetenschappelijk en historisch belang. Deze vormen de zogenaamde Korver-collectie en maken deel uit van de historische collecties van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. De collectie staat nog steeds opgesteld op de experimenteertafels van het RE-laboratorium in het depot van het Instituut voor Beeld en Geluid. Deze collectie is al eerder uitgebreid onderzocht en beschreven. Tijdens deze research, die zich over een tiental jaren uitstrekt, maakt de enorme hoeveelheid werk die Korver heeft verzet en de accuratesse en het niveau waarmee hij dit heeft gedaan, diepe indruk. Zaken van Jan Korver die nu in het bezit zijn van beeld en geluid zijn onder andere het draadloos ontvangststation voor Den Radioamateur, Den Haag 1915. Het draadloos amateurstation voor ontvangst van telegrafie en telefonie, derde druk Den Haag 1922. Het draadloos zendstation voor Den Amateur, telegrafie en telefonie, tweede druk Den Haag 1923. Het draadloos amateurstation voor de ontvangst van telegrafie en telefonie, delen 1 en 2, achtste druk in 1928. Het superheterodyneboek Den Haag 1936, radioontvangtechniek Den Haag 1939 en radio door zelfdoen Bussum 1946. Amateurs speelden een belangrijke rol in het verzet. Diverse lieten tijdens de oorlog het leven. Ik ga in dit gedeelte van de historie hier niet zo heel diep op in. Misschien later in dit item nog, maar bijvoorbeeld de hiervoor genoemde Steringa Itzeda, de grondlegger van de omroepuitzendingen, was ook in het verzet actief. Tragisch genoeg was het zijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid, waardoor hij het leven liet voor een Duits vuurpeloton. In november 1944 ging Itzeda in Wassenaar op zoek naar de restanten van een bij de lancering ontplofte V2-raket die daar vandaan in die periode werd afgevuurd. Hij werd daarbij betrapt, maar werd door de Duitse legerpatrouille die dat deed gewoon weggestuurd. Itzeda kon zijn nieuwsgierigheid echter niet bedwingen en werd later opnieuw door dezelfde patrouille opgepakt. En omdat hij op dat moment restanten van de raket in zijn bezit had, dachten de Duitse militairen dat hij een spion was. Enkele weken later werd hij doodgeschoten. In de meeste landen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog onze hobby verboden. Dat was ook in Nederland onder de bezetter uiteraard het geval. In Duitsland konden vanaf 1924 verenigingen een experimenteervergunning krijgen. Individuele amateurs kregen geen vergunning en dat leidde ertoe dat de meeste amateurs in die tijd als illegale amateur opereerden. Daar kwam nog bij dat AM in die tijd steeds populairder werd, maar de verenigingsvergunningen die stonden alleen morsetelegrafie toe. In 1933, hetzelfde jaar dat ook Hitler aan de macht kwam, werd het in Duitsland ook mogelijk om zogenaamde zendvergunningen voor radiovrienden te krijgen. Vergunningen dus voor personen. Dat aantal groeide in de jaren daarop uit tot 600 in het jaar 1939. Ik heb dat niet met zekerheid kunnen achterhalen, maar vrijwel zeker werden die vergunningen aan het begin van de oorlog ingetrokken. In elk geval werden er in 1939, vanaf het begin van de oorlog in Duitsland dus, zogenaamde Kriegsfunk-zendegenehmigungen uitgegeven. Amateurvergunningen tijdens oorlogstijd dus.
Ik had daar nog niet eerder van gehoord. Het waren er niet veel. Aan het einde van de oorlog waren er 100 van deze Kriegsfunk-sendegenehmigungen. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.